Is de doorkomst die we hier krijgen vanavond zo rond de klok van 6:30. En dan elke 20 minuten een doorkomst en 3 ronden dan nog te rijden. Dus u hebt voldoende te zien in dat uurtijd. Zeker als het peloton wat uit elkaar is gevallen. 10 seconden. Het pistool gaat omhoog. Heren coureurs, ik wens u bijzonder veel succes. Zo gaat die hele groep, het hele peloton hier voorbij. Op voor hun 183 kilometer. Ik heb u al gezegd, 6:30 de eerste doorkomst. 3 ronden dan nog te rijden, zo rond 7:30. Wordt, dan zit ik hoe dan ook bij voor welke plaats. Daar hou ik je aan. Ja. Dan zit ik er sowieso bij. Ik zou het toch wel leuk vinden, ik zou het wel leuk vinden. Ja, ik denk dat iedereen die daar staat dat heel leuk zou vinden, maar nee, je moet reëel blijven. Op nummer 3 mag plaatsnemen Oscar Riesebeek. En voor hem dus de bloemen. Onder andere door Joyce Bonen en de bloemen die komen van de shopping en de verkeersweg. Dan gaan we winningen geboekt, waaronder de Nederlandse klassieke, de Ronde van Noord-Holland. En dus is die alweer iets blijer. Misschien wordt hij nog veel blijer van de zoenen die hij nu krijgt en de bloemen.
Hier is hij. U krijgt de gelegenheid nu om hem een enorm applaus te geven. Joachim Mariessen. En dan de man die dit jaar nu eigenlijk aan de bal verklimt. Die denkt dat gelul van Harry House, alsjeblieft op te zeuren. Nou, dan ga ik het extra lang doen. Hij begon zijn zegenreeks in het buitenland, in de Giro Nordtorf, op de grens bijna met Denemarken. Maar dat lijkt alweer een mensenleeftijd geleden. Inmiddels zijn er al 7 bijgekomen. Waaronder de Ronde van Overijssel, 2 etappes in Olympia's Tour. Nu heeft hij dus een fantastische mooie overwinning geboekt. De 30ste parel van de Veluwe is voor Jeff Vermeulen. Zo, de foto's kunnen voorlopig gemaakt worden, maar het gaat nog veel mooier worden. Want er komt natuurlijk nog een prachtige beker bij. Wethouder De Jong gaat de beker overhandigen aan Jeff Vermeulen namens de gemeente Harderwijk. En u mag ook gewoon even boven blijven staan, want dat is eigenlijk veel en veel leuker. En dan wil ik graag ook erbij hebben Rick van Breda. En ik kijk naar links. En ik kijk naar rechts. Ja, en dan zien we hem daar komen. Rick van Breda. Ja, Rick, de prijs. Ik weet hoe je je voelt. Ga het maar even zeggen ook zelf. Want ja, net voor de laatste bocht teruggepakt worden. Dat is vreselijk. Mooi klauter, man. Mooier kan ik het niet. Beter kan ik het niet zeggen. Nee, ik denk het ook niet. Je bent wel de strijdlustigste renner. Nou ja, het is een kleine tegemoetkoming. Tja. Tja, het is niet anders. Nou, volgende keer beter. Morgen word je wakker en denk je, ach, er zijn ergere rampen, maar ik kon er zo gisteravond niet één bedenken. Wie weet. Zo is het. Jij mag op het podium. Er komt wel een geweldig applaus bij. En dan wil ik ook graag Marieke den Hertog naar voren. Want Marieke gaat die prachtige prijs, de Fedor den Hertog trofee, overhandigen aan de winnaar van deze prijs dus. Aan Rick van Breda, die inmiddels de bloemen heeft gekregen. En dan gaat daar dus door de zus van Fedor den Hertog de trofee overhandigd worden. En dat is natuurlijk toch een prachtig iets. En dan hebben we een vol podium. En dan krijgt u applaus, want dit zijn de mannen en die het gemaakt hebben vandaag in deze fantastisch mooie 30ste uitgave van de Parel van de Veluwe. En dan zeg ik tot u graag tot volgend jaar. Dank u wel.